De hoofdvorm van de behuizing is nu klaar. In deze tutorial ga ik de vorm afwerken met onder andere knoppen aan de bovenzijde. Er komt een display aan de bovenzijde in. De verschillende parts worden in assembly geplaatst. En verder worden er een aantal afrondingen en fillets en zo toegevoegd. Ik begin met het plaatsen van de features van de lip groove in een aparte folder. En dan maak ik de referentieschets van het topaanzicht even zichtbaar. Nu wil ik de vorm gaan aangeven waar de display in komt. En om dat te doen ga ik eerst die schets waar die display moet komen, die ga ik projecteren op het topplane. Dus ik selecteer het topplane. Nee, trouwens, ik moet eerst een nieuwe schets aanmaken in het topplane. En dan convert ik die lijn die ik over wil nemen. En dan kan die referentieschets weer gehide worden. Nu selecteer ik het bovenvlak en dan projecteer ik daar die schets op die ik net gemaakt heb. Dus hij geeft standaard dan al de goede optie aan, Sketch on Face. En dan is hier een projected curve ontstaan op het bovenvlak, die de contour aangeeft van waar dat display zo meteen ingeplaatst wordt. En nu kan ik een nieuwe schets beginnen op dat bovenvlak. Dan neem ik allereerst die hele projected curve over met Convert Entity. Nou, die curve die kan vervolgens gehide worden. En nu ga ik daar de geometrie van de knoppen en het display zelf in tekenen. Ik begin met een constructielijn die weer de symmetrieas is, horizontaal. En dan geef ik eerst met een vierkante box aan waar het display komt te zitten. En dat display dat wil ik ongeveer in het midden plaatsen van die ruimte die ik zo meteen ga verdiepen op het bovenvlak. En een manier om dat simpel voor elkaar te krijgen is door het tekenen van twee constructielijnen die je dan weer gelijk maakt aan elkaar. Even kijken, nou ga ik de plek van de knoppen aangeven. Ik ga ellipsvormige knoppen maken. Ik ga drie gelijke knoppen maken. En een simpele manier om die maten van die ellipsen gelijk te maken aan elkaar is ook weer met behulp van constructielijnen. Even kijken, een beetje uitzoomen. Maak ze ook collineair, dus dan liggen ze in ieder geval op dezelfde horizontale as. En dan hoef ik er vervolgens maar één te bematen.
dan kan ik ook zorgen dat die tussenafstand tussen die ellipsen in beide gevallen gelijk is. Nou, die knoppen die moeten daar ongeveer terechtkomen. En dan kan ik dat vervolgens ook nog even bematen. Even kijken, die knop die mag wel iets groter worden. Nou, en dan staan de positie van de knoppen, van de drie knoppen, plus het display staan erin. Dan sluit ik deze schets af en die geef ik ook een naam. En dan ga ik in een nieuwe schets, op datzelfde vlak, ga ik een deel van de geometrie daarvan overnemen. Met Convert Entity. Nou, ik wil dat dat kunststof ruitje wat daarin komt te liggen, dat dat een millimeter verdiept komt te liggen. Dus in dit geval is een blind cut extrude dus prima. In het vierkante vlak aan de bovenkant komt een display, wordt daar straks geplaatst. Dat ga ik erin plaatsen met een decal. Maar nu ga ik eerst zorgen dat dat ook een verdiept vlak wordt. Dus ik begin een schets op dat bovenoppervlak. Dan ga ik even haaks daarop kijken. Schetslijn neem ik over en dan geef ik er een afronding op van 2 mm. Dan sluit ik de schets. Nou, 1 mm is te veel. Zou die sowieso ook door de behuizing heen gaan. Ik ga hem een halve millimeter verdiept leggen. Wat ik nou wel vreemd vind is dat ik die afronding niet meer terug zie. Dus ik ga eerst even kijken wat er precies gebeurd is met die... Ik zie dat ik die fillet niet goed heb aangebracht. Dus blijkbaar heb ik hem niet op OK geklikt. Dus dat doe ik alsnog. Ja, nou zit hij er wel mooi in. De reden waarom ik nu dit vlak verdiept heb gelegd, is als ik straks hier een decal opleg van het display, dan wil je in de rendering dat er nog mooi een randje te zien is. Dus ik ga daar straks ook een ander materiaal aan toekennen, een zwart materiaal.
Zodat je mooi in de rendering dat randje terugziet. Goed, dan is de behuizing bijna klaar. Dan ga ik nog een paar afrondingsradii toevoegen. Dat doet hij trouwens niet, nee, want dat is een aparte body, dus daar moet ik een nieuwe fillet voor aanmaken. En die mag trouwens ook wel iets groter zijn, die mag gewoon ongeveer een halve millimeter worden. Eens even kijken. Nou kan ik op die bovenrand kan ik een fillet aanbrengen. Maar het is mooier als ik daar zelf een surface in ga modelleren. Nou, in plaats van een standaard fillet ga ik dus zelf daar een loft tussen bouwen. Maar dan moet ik eerst met de functie split line moet ik een deel van het surface gaan verwijderen. Nou, ik begin met een nieuwe schets op dat bovenplane. En dan neem ik die contour over waar die loft straks terecht moet komen. Dan maak ik even een constructielijn van. En vervolgens maak ik daar een offset van. En dan selecteer ik de optie bidirectional. Dus dat die beide kanten op moet lopen. Dus het wordt een dubbele offset. Qua afstand zet ik hem even op 2. Ik kan achteraf controleren of die vorm van die loft mooi wordt of dat die eventueel kleiner of groter zou moeten worden. Dan sluit ik die schets af en maak ik een split line. Nou, hij selecteert automatisch die laatste schets al en dan wil ik dat beide surfaces waar die twee lijnen overheen gaan, dat daar een split line op geprojecteerd wordt. En als ik dan inzoom, wat hij nu gedaan heeft, er lag hier bijvoorbeeld één surface en de andere surface lag aan deze kant. Maar nu zijn dat ineens vier surfaces geworden. Dus die lijnen van die split line, die hebben de twee surfaces gesplitst. Als ik nou die twee binnenste surfaces selecteer, kan ik met de functie delete face kan ik die surfaces verwijderen. En dan zie je dat het solid model ineens veranderd is in een surface model waarbij die surfaces aan de bovenkant verdwenen zijn. Nu ga ik met de surface functie loft, surface loft. Ga ik van de rand van de binnenkant naar de rand van de buitenkant. Ga ik een lofted surface tussen leggen. En in eerste instantie maakt hij daar de makkelijkste weg, kiest hij, dus een recht vlak. Maar ik kan zelf de start en de end constraints ingeven. En dan wil ik dat die curvature met de bovenkant wordt en curvature met de onderkant. Als ik hem dan accepteer, dan heeft hij een heel mooi surface erin gelegd in plaats van een standaard fillet. Dus die overgang die is veel mooier geworden dan met een normale fillet. Als ik dan even van de achterkant kijk, dan is er nog wel een klein probleem. En dat is dat zijoppervlak, dat steekt nou een beetje uit. En dat is aan de andere kant van de vorm is dat precies hetzelfde. Dus die moet ik dan nog van afsnijden. Als ik dan een nieuwe schets begin op het frontplane,
kan ik de zijrand van die loft overnemen met Convert Entity. En dat kan ik aan de andere kant ook doen met die andere zijrand. En dan kan ik met de functie trim surface, dan heeft hij automatisch dat die schets die ik net gemaakt heb, heeft hij al geselecteerd. En dan kan ik de optie remove selections en dan kies ik die punt aan de rechterkant die uitsteekt. En die punt aan de linkerkant. En dan heeft hij die verwijderd. Dan hide ik de overgebleven solid body, dus van het onderhuis. En dan ga ik even kijken hoeveel surfaces ik precies heb. Ja, wat ik nu heb is een surface trim. Dat zijn eigenlijk alle overgebleven surfaces die overgebleven zijn uit wat eerst die solid was. En dan heb ik een surface loft die ik daarnet in die overgebleven sleuf heb opgebouwd. En die twee die ga ik weer samenvoegen met de functie SurfaceNet. En dan maak ik er weer een solid van. Nou, nu is die solid veranderd in een solid met een mooie fillet erop. Een zelfgebouwde fillet. In die binnenhoek zie je dat die wanddikte niet mooi constant doorloopt. Dus in dit geval leg ik toch een standaard fillet aan de binnenkant. Die vorm van die fillet die is niet zo van belang. Die is er puur en alleen voor bedoeld om die wanddikte zo constant mogelijk door te laten lopen, wat bij het spuitgieten een beter vloeigedrag geeft. En dan met een constante wanddikte, dan zie je aan de buitenkant, krijg je ook het mooiste oppervlak. En dan is het bovenhuis ook helemaal klaar. Dus die onderbody zet ik weer op show. Referentieschets, die hide ik even. Nou, die vorm die is nou helemaal klaar. Dus het enige wat ik nu nog hoef te doen is het spiegelen van de twee bodies. Spiegelen in het frontplane. En dan heb ik de optie om features te spiegelen. Maar wat in dit geval stabieler werkt. Als je die mogelijkheid hebt om bodies te mirroren, dan werkt dat altijd beter. Minder kans op fouten. Nou, nu heeft hij twee behuizingsdelen gemaakt, een bovenhuis en een onderhuis. En nu kunnen we ook al mooi zien hoe het totaalproduct er ongeveer uit gaat zien. Nu ga ik de twee bodies, die ga ik binnen hetzelfde part opslaan als verschillende configuraties. Dus ik maak een derived, oftewel een onderliggende configuratie. En de eerste noem ik boven. Dan selecteer ik het onderhuis en die delete ik met de functie body delete. En dan maak ik weer een onderliggende derived configuratie vanuit de default, dus weer met de rechtermuisknop.
En die noem ik onder. En dan zie je dat beide huizen opeens weer zichtbaar worden. En dat heeft ermee te maken dat die configuratie in eerste instantie weer uitgaat van de default configuratie, waarbij dat onderhuis nog niet gedelete was. Dus ik zie dat die body delete nu ook suppressed is. En als ik dan weer bij de solid bodies kijk, dan ga ik in dit geval het bovenhuis deleten. En nu kan ik dus met die configuraties, door erop te dubbelklikken, kan ik een van beide zichtbaar maken. Goed, dan kan ik beginnen met de assembly. Eerst zet ik de laatste features nog even in een mapje detailing. Dan kies ik de functie make assembly from part. Nou, en door op OK te drukken heeft hij de open configuratie van dat part op de origin geplaatst. En de open configuratie was in dit geval het onderhuis. Dus dat staat nu vastgeplaatst. En nou kan ik daarop klikken en dan met de Ctrl toets ingedrukt kan ik dat part voor een tweede keer in de assembly slepen. Maar die wordt dan zwevend, dus los geplaatst. Dus die moet ik nog mates gaan geven. Maar voordat ik dat doe, klik ik boven op dat part en dan kies ik bij Component Properties, kies ik de Referenced Configuration. En in dit geval kies ik het bovenhuis en dan klik ik op OK. En dan zie je dat de configuratie ineens veranderd wordt. Nou, nu kan ik hem meten naar het eerste part. Oh, wacht. Coincident. En dan top plane ook coincident. Right plane ook. En dan staat die gemeten in de assembly en dan kan ik beginnen met een nieuw part. En dan ga ik het ruitje modelleren wat er bovenop komt.